Ten eerste, toen ik erover las, een prachtig initiatief werkelijk. Voor de mensen die spelen, maar ook voor de mensen die komen luisteren. Omdat er al zo weinig te doen is. En ik vond het prachtig gespeeld. Ik heb er erg van genoten. En in zo'n pleintje met de zon, fantastisch werkelijk. Nou, ik sta hier met violiste Camilla van der Kooi en pianiste Josje Goudzwaard. En die hebben een initiatief, namelijk Concert voor de Deur. Ik weet niet meer precies hoe we daarna op zijn gekomen, maar die bus die is van het bedrijf van mijn vriend. Dus die zag ik en ik dacht van ja, waarom kunnen we dat niet gewoon voor de deur doen dan? Want dat is toch eigenlijk wel coronaproof. En ik hoorde ook juist van vrienden of mensen om me heen van nou, we vinden het zo saai, we kunnen niks doen, we missen de live muziek zo. Het grappige is ook wel vaak dat mensen soms het idee hebben dat ze niet van klassieke muziek houden. Terwijl heel veel filmmuziek is, ja, zou je eigenlijk wel onder de noemer klassiek kunnen scharen. En als je dan vraagt, ja, maar wat vind je dan van Lord of the Rings of The Hobbit? Of, nee, dat vind ik wel heel leuk. Dus ja, het is een beetje net als met lichte muziek, hè. Als mensen zeggen, ik hou niet van lichte muziek. Dat kan bijna niet, want je houdt altijd wel ergens van. Het is gewoon zo breed. En je kunt bijvoorbeeld wel van Bach houden, maar niet van Shostakovich of zo. En met licht kun je natuurlijk van de Beatles houden, maar niet van heavy metal of zo. Normaal gezien speel je in een concertzaal waar je toch die akoestiek mee hebt. En nu heb je dus geen akoestiek en je hebt de wind en alle geluiden die je van buitenaf hoort. Ja. Hoe is dat dan? Beïnvloedt dat ook? Ja, wel zeker hoor. Ja, en zeker, en nu staan we lekker in de zon, maar we hebben best al wat dagen gehad dat het echt koud was. En dan waren sommige stukken gewoon echt niet meer te spelen. En de viool ontstemt natuurlijk ook snel dan. Ja, hebben we ook gehad dat snaren losschoten midden in het concert. Oh, en Josje die had dus een map met bladmuziek en die blaadjes die waaiden steeds om. Dus die heeft nou zelfs een iPad hem wel aangeschaft om dat we kunnen voorkomen. Zaterdagmiddag stond Leiden tijdens de regentonnenactie in het teken van verduurzaming en vergroening. En Keesenberg was de initiatiefneemster. Ik ga 20 regentonnen plaatsen in Noorderkwartier West, 10 stuks. En ook 10 stuks in Groenoord-Zuid. En die staan dan aan de straatzijde voor gemeenschappelijk gebruik om al het groen aan de straatzijde te bewateren. Dus iedereen mag gebruik maken. Leiden is een hele versteende stad. We zijn al heel druk bezig met geveltuintjes creëren, boomspiegels adopteren, planten bakken. Maar uiteindelijk moet er nog veel meer gebeuren. Dus ik hoop dat de drempel verlaagd wordt voor mensen om ook te vergroenen. En hopelijk kunnen we zo met z'n allen echt in een groenere stad, een mooiere Leiden. En dan krijg je ook echt vriendelijkere bewoners. Mensen lopen nu nog met een gieter door het hele huis heen en terug. En vooral als het heel warm is en de grond heel droog, is het wel heel lastig om de planten in leven te houden. En nu is het een stuk makkelijker voor iedereen. En er is ook een stukje sociale cohesie komt erbij kijken. Want mensen mogen gemeenschappelijk gebruik maken van die tonnen. Dus helemaal leuk. Als het heel hard regent, dan zie je het hier echt met tientallen liters tegelijkertijd uit die regenpijp gutsen. Dus om dat op te vangen en zo dat we dat in ons geveltuintje kunnen gooien, dat is natuurlijk prachtig. Ik vind het wel mooi, want er zijn ook dan nog wat meer groen inderdaad. Want we hebben zo'n een geveltuintje, maar het is een beetje bij de muren groen is ook wel mooi. Want het is allemaal een beetje kaal hier natuurlijk. Dus ik vind het wel mooi
bedacht. Dat het gewoon op een regenton je bloemetjes en zo kunt zetten. En ja, ik vind dat wel goed gedaan. Bewoners hoefden zelf niets te klussen. De regentonnen werden ter plekke gemonteerd, waarna ze gelijk gebruikt konden worden. De eerste keer is dat even een beetje kijken hoe het moet. En bij deze pijp was het ook extra lastig. Die is namelijk heel oud en van dik staal. Daar moest je wel een kwartiertje gaan boren met zo'n speciale boor. Maar voor de rest is het een beetje op elkaar zetten, goed waterpas krijgen en die dingen installeren. Naast dat de nieuwe regentonnen bijdragen aan verduurzaming, zijn de bakken zelf ook duurzaam. Materiaal is polyester volgens mij, glasvezel. En het zijn eigenlijk bakken die voor iets anders bedoeld waren en afgekeurd zijn. En via konden we die hier inzetten voor regentonnen en ook hergebruiken op die manier. Dus eigenlijk is het een heel circulair product, want anders zouden ze weggegooid worden. En nu hebben ze er regentonnen van gemaakt, kunnen we ze hier gebruiken voor de duurzame watervoorziening van de tuintjes en perkjes en zo. Dus. Leiden is een hele stenen stad en Leiden doet mee, net als Haarlem, met WIP de straattegels. En ik denk dat dit hier een goede aanzet ook weer voor is om mensen heel bewust te maken van om steeds meer groen te krijgen in onze mooie stad. Ik vind 20 vind ik al een heel mooi aantal, maar ik hoop ook dat het ook inspirerend werkt. Dus dat het niet bij 20 blijft, maar dat het al heel snel 30, 40, 50 gaat worden. Dus ik hoop dat mensen denken, oh, ik wil eigenlijk ook iets doen voor mijn geveltuintje. En zorgen dat buren ook gebruik kunnen maken van het water. Zodat het ook een heel sociaal project is. Ik ben Arie Vij van Stichting Werk en Onderneming. Wij staan hier voor het gebouw van de Haagweg 4. Zoals iedereen weet is Leiden bezig met een enorme verstedelijkingsopgave. Maar we moeten ook denken aan een aantal andere groepen die nog een onderdak zoeken. We hebben hier een schilder gevonden die nergens meer onderdak kon. Jerry, en uiteindelijk vroeg of hij in de bezemkast hier van de Haagweg 4 terecht kon. We gaan even naar binnen met Jerry praten over het probleem van het vinden van ruimtes. In Leiden zullen de komende tijd meer dan 10.000 woningen worden bijgebouwd. De stad zal meer dan 15% gaan groeien. Maar hierbij moeten we de belangen van andere groepen ook niet uit het oog verliezen. Creatievelingen en kunstenaars. Dit blijkt wel uit het feit dat we nu op bezoek gaan bij wat is het kleinste atelier van Nederland. En misschien wel het allerkleinste atelier van heel Europa. Hey. Toeval bestaat niet, zeggen ze. Hoe verder? Nou, ik zie je bent daar ingericht van berg rommelhok naar volwaardig atelier. Wat heb je zo moeten doen om überhaupt atelierruimte te vinden in Leiden? Zijn er nog mogelijkheden voor? Als je niet Rembrandt bent die voor 10 miljoen werken kan verkopen. Ja, nou, dat je eerst moet weten waar je moet zoeken, waar je kan zoeken. Dus dan is het handig dat je wat mensen kent uit de stad. Ja. Kraken, anti-kraak, zijn er nog mogelijkheden? Oude bedrijfspanden, kun je daar nog terecht? Niet makkelijk. Het is, ik zeg niet dat het niet te doen is, maar het is, ja, het wordt steeds moeilijker. Er zijn weinig vrije plekken meer in Leiden waar het kan. En hier kan het gelukkig. Oké, wat gaf je dan het idee om met een oude berghok je atelier te beginnen? Deze was toevallig vrij. Nou, hij was niet vrij toen ik jullie belde, maar jullie hebben deze vrij willen maken, kunnen maken. Ik heb al heel lang een atelier gehad in Leiden, meerdere. En ik zocht er weer eentje en dat is niet zo makkelijk. En zo ben ik hier terecht gekomen. Ik had dit al een tijdje op het oog. Ik wist dat het niet groot was, maar ja, een leuke plek hier op de Haagweg. Met heel veel mensen zitten hier. En gelukkig kon ik erin. Gelukkig, want het is moeilijk om een plekje te vinden in Leiden. Ja, waarom zijn er niet veel plekken? Ja, dat zou ik niet weten waarom niet veel plekken zijn. Maar er is natuurlijk ook, er wordt veel meer gebouwd. Dan zou je zeggen, dan zijn er meer plekken toch? Is er meer gebouwd? Ja, maar ze gaan natuurlijk niet dure plekken voor kunstenaars maken, denk ik.
Het is wel klein bemeten en ik begrijp dat je het ook nog deelt met, samenwerkt hier met iemand anders. Klopt. Met Gijs, wel bekend natuurlijk, Gijs Donker. Ja, we werken heel veel samen hier. Dus de nood is zo hoog dat je hier op die 6 vierkante meter met 2 kunstenaars eigenlijk aan de slag moet om nog een ruimte te hebben. Of zeg je van nou, vind ik gewoon gezellig? Het is gezellig. We zijn ook al een jaar bezig met een serie. Mm. En we zitten hier vaak samen te schilderen. Ah, ja. Nou, leuk. Laten we even naar de galerie, de expositieruimte, ja? Sorry, gaan kijken. Hoe je dat hebt ingericht. Ja, nou hier is het. Zo, wat een briljant idee. Goed hè? Ja, en hier een beeld is niet van jou denk ik? Als, nee, die is niet van mij. Collega kunstenaar. Die is van Bastiaan de Wit. Oké, ja. Ja, ontzettend leuk. Ook fijn dat je gewoon andere mensen gaat helpen hier. Dus ik zeg heel veel succes. En wie weet kunnen we in de toekomst nog vaker samen dingen doen. Ja. Oh. Oké, okay. Goed. Bam. Links de containerwoningen en rechts de bestaande bouwen. Valt het nou in praktijk uiteindelijk een beetje mee? De meeste mensen vinden het erger dan ze verwachten. Dus minder lichtinval, uitzicht weg. En over de bewoners, dat gaat eigenlijk prima. Dus op zich weinig contact, maar er is ook geen overlast. Dus daar zijn we, dat gaat tot vooralsnog goed. De bewoners van de Binnenvest zijn allemaal op weg naar reïntegratie in de samenleving en zijn zorgvuldig gekozen opdat ze geen overlast voor de buurt veroorzaken. Ja, dat hebben we in dit geval zeker gedaan, omdat we ook wisten dat het best een lastig stukje voor de buurt was. En zo zijn we wel zeker secuur mee omgegaan om te kijken van nog een keer extra check, denken wij dat iemand hier past. Kijk, wij gunnen iedereen een woning, hè. Laat dat duidelijk zijn. Ook bijzondere doelgroepen, dus... Er is ook sprake geweest, een raadsbesluit is geweest van ook sterke wijken zouden in aanmerking moeten komen voor deze plaatsing van de woonunits. Dat vinden we op zich prima. De pijn zit hem dus vooral in de aantasting van het woongenot. Ja, dus vanuit de woonkamer zie ik ze, vanuit mijn werkkamer. En ik ben niet de enige, het gaat om de hele straat. Dat geldt voor iedereen. Daar, aan de andere kant, de Kernstraat is het inkijk. De Burggravenlaan is het nog erger, is de afstand nog kleiner. Minder privacy. Dus wij ervaren dat als een aantasting van ons woongenot en comfort. Tot zover de evaluatie. Kijkend naar de toekomst hebben de buurt en de Binnenvest niet verrassend een andere droom. Angst is ook misschien dat het op zijn minst 10 jaar is. Hè. Dus onze angst is dat misschien de gemeente ook het bestemmingsplan wil wijzigen, zodat ze kunnen blijven staan. Wat hoop jij waar ze zijn hier in de buurt over 9,5 jaar? Eigenlijk dat het niet meer zozeer losse onderdelen van elkaar zijn, maar dat het hoort bij de straat. Ja, want dat is uiteindelijk ook wat we met deze woningen graag willen. Hè? Dat mensen weer deel uitmaken van de maatschappij, dat ze kunnen participeren binnen de maatschappij. En dat het gewoon een succesverhaal wordt. Hoe uniek denkt u nou dat het is dat die 6 generaties hier teruggaan in het Zeehelden kwartier? Ik heb me laten vertellen dat het heel erg uniek is. Gaan ze trouwen, gaan ze naar een andere buurt. Maar mijn generatie, mijn familie, die is hier allemaal gebleven. Met mijn dochter, die andere woont op de Zeilsingel. Bent u daar trots op? Ja, heel trots, ja. Want ik zou het ook heel erg vinden als ze de buurt uit zou gaan. En dit zijn de 4 generaties bij elkaar in het Zeeheldenkwartier. Maar het Zeeheldenbloed van de familie gaat nog verder terug in de tijd. Dat heette zo vroeger. Toen oma klein was, hè, toen werd en die geen oma genoemd, maar er werd opoe gezegd. Nou is het oma. Hier hebben ze gewoond. Mijn opoe en opa. Dat is al heel lang geleden, is dat. De familiegeschiedenis begint zo'n 100 jaar geleden in het Zeeheldenkwartier. In totaal dus 6 generaties. Kijk, dat zijn ze eigenlijk, die mensen. Dat is de ouders van mijn vader. Sjaan dreigde 2 keer door woningrenovaties uit de wijk te moeten verhuizen, maar dat vertikte ze. Ik wou zelf niet over de brug bij de meelfabriek wonen, want dan was ik mijn buurt kwijt. Dat is een andere buurt. Dat is het. Maar het is maar 1 brug verder. Ja, dat is het. Misschien is het wel heel lullig of zo. Maar zo voel ik het eigenlijk. Nou heeft je moeder net gezegd van ik wil hier niet weg, ik ga hier niet weg. Geldt dat ook voor jou? Ja.
Ik had 2 keer een korte uittrip, omdat ik dan gescheiden was. Maar nee hoor, gelijk hier weer. Toen moest ik uit mijn koophuis. Dat was ook in deze buurt. En dan ben ik gewoon weer teruggevlogen. Ik zal het eventjes alvast tegen mijn kleindochter zeggen. De moeder van die kindertjes, dat ze een beetje op moeten porren. Als ze een beetje ouder zijn, dat ze hier in de buurt moeten gaan wonen. En niet over de brug? Niet over de brug, nee. Iedereen is elk moment van de dag wel even voetganger. Dus het is belangrijk dat we daar ook voor zorgen dat iedereen zich prettig kan voorbewegen als voetganger in de stad. Leiden krijgt een officieel voetgangersbeleid. Een logische stap vindt mobiliteitswethouder Ashley North. Nou ja, een van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe voetgangersbeleid is dat je gewoon lekker moet kunnen lopen door de stad zonder allerlei obstakels tegen te komen. Dat is met name voor ouderen van belang, voor minder valide, maar ja, voor iedereen natuurlijk heel prettig dat je niet de hele tijd struikelt over tegels die los liggen of fietsen die in de weg staan. Dus we willen ervoor zorgen dat ja, onze stoepen, onze looproutes zo obstakelvrij mogelijk zijn. In de stad zijn allemaal van die ribbelpaden speciaal voor blinden en slechtzienden. En nou ja, die moeten natuurlijk ook beter zich kunnen verplaatsen en daar gaat ook iets aan veranderen. De blinde geleidestroken willen we uitbreiden door het centrum. En andere maatregel die we treffen om ja, de binnenstad en ook de omgeving daaromheen prettiger te maken voor minder valide, is om bushaltes toegankelijk te maken voor iedereen. Zodat je makkelijk de bus in en uit kan en je daarna weer als voetganger ja, prettig kan voorbewegen. Het plan kwam er op initiatief van de sleutelstadbewoners zelf. Tijdens het maken van de mobiliteitsnota, heel veel insprekers hebben gezegd, joh, je hebt ook een voetgangersbeleid nodig in een stad als Leiden. Leiden is een dichtbevolkte stad, weinig ruimte en daar heb je ook ja, echt beleid voor de voetganger nodig. In 10 stappen worden verschillende aanpassingen in de stad gedaan. Dit heeft onder andere gevolgen voor het voetgangersgebied in het centrum. Ja, we willen het voetgangersgebied gaan vergroten. Dat is een ambitie ook rondom de autoluwe binnenstad en het voetgangersbeleid sluit daar naadloos op aan. We willen ervoor zorgen dat ja, dat gebied waar je rustig kan winkelen of rustig een kroeg kan bezoeken als voetganger, dat dat vergroot. Ja, zodat je ongestoord kan wandelen en kan genieten van al het moois dat de stad te bieden heeft. De gemeente die gaat ook slim gebruik maken van verplaatsingsdata. Wat betekent dat? Ja, dat betekent dat we goed in beeld kunnen krijgen ja, waar mensen zich bewegen. Zodat je ook weet welk gebied wil je nou bijvoorbeeld inrichten als voetgangersgebied. En juist in die gebieden wil je alles zo inrichten dat voetgangers nou ja, zich veilig kunnen verplaatsen. En juist in coronatijd hebben we natuurlijk gezien hoe belangrijk het is dat we ook een beetje in beeld hebben waar mensen zich bewegen. Nou, dat soort data helpt ons erbij. En dat maakt het voor ons weer beter om de binnenstad prettig te maken voor voetgangers. En wat we hebben gezegd bij de autoluwe binnenstad is, we doen niet alles in 1 keer. We doen dat in stappen. Dus wat we nu kunnen doen, doen we nu. Nieuwe Rijn gaat deze zomer permanent omgevormd worden tot voetgangersgebied. Dat geldt ook voor de Steenschuur. Ja, in sommige gebieden zoals de Apothekersdijk of Rapenburg hebben we daar iets meer tijd voor nodig. Moet de parkeerdruk eerst iets zakken. En zodra dat het geval is, dan kunnen we daar ook voetgangersgebied maken. En zo werken we stap voor stap met de stad aan een autoluwe binnenstad en aan een nou ja, voetgangersvriendelijke binnenstad. Nou zitten we hier in het Kooipark en het is ook de bedoeling dat de wandelroutes buiten het centrum meer in verbinding komen met de wandelroutes binnen het centrum, het Singelpark bijvoorbeeld. Ja, onze parken zijn natuurlijk onze trots en zeker het Singelpark. Heel leuk ook om te zeggen is dat Leiden vorig jaar de eerste nationale loop award heeft gekregen. Dus de eerste award voor, ja, voor voetgangers eigenlijk, hoe we dat doen. En dat was vanwege het Singelpark, omdat dat zo'n verademing is voor alle voetgangers en wandelaars in onze stad. En wij vinden het belangrijk dat ja, uit alle wijken van Leiden je heel makkelijk naar dat Singelpark toe kan. Dus we gaan het Singelpark toevoegen aan het wandelroutenetwerk. Dan kan je bijvoorbeeld via apps of met loopbordjes kan je precies zien hoe kom ik het snelst in dat Singelpark terecht. Zodat mensen van in het centrum, van buiten het centrum, maar ook mensen uit regiogemeenten ja, zo snel mogelijk kunnen genieten in dat Singelpark. Lopend. Lopend inderdaad, ja. Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over de visie. Als het aan de wethouder ligt, zijn voor 2030 alle stappen naar een voetgangersvriendelijke binnenstad gezet.
Hiervoor moest nog een complete nieuwe fabriek gebouwd worden. En dat allemaal in datzelfde jaar. En als je weet hoe lang we er normaal over doen om dat te doen, is het een grote prestatie dat dat gelukt is. En nog een veel grotere prestatie natuurlijk dat die ontwikkeling van dit specifieke vaccin heeft plaatsgevonden. En dat wij nu meemaken dat dat vaccin mee gaat helpen om ons de vrijheid terug te geven. In aanwezigheid van de Leidse burgemeester Henri Lemferink, minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en museumdirecteur Amito Haarhuis werden woensdag de eerste Nederlanders ingeënt met het in Leiden ontwikkelde Janssen-vaccin. Museum Boerhaven deed voor de gelegenheid dienst als priklocatie. Ja, dit is de flacon van het eerste Janssen-vaccin wat zojuist gezet is hier in het museum op historische grond, want het is het oudste academisch ziekenhuis boven de Alpen. Dus we zijn er heel trots op dat we deze flacon aan onze collectie kunnen toevoegen. Demissionair coronaminister De Jonge legt uit waarom Nederland het vaccin, ondanks bekende bijwerkingen, toch gaat inzetten. We hebben natuurlijk heel goed gekeken naar de Amerikaanse gegevens. Als je kijkt naar het aantal gerapporteerde bijwerkingen op dit moment, is dat heel gering, extreem laag. Zo'n 8 gevallen op de 7 miljoen gezette prikken. In Europa is nog niet op grote schaal geprikt met Janssen, alleen nog in de klinische fase. Nou, wat wij willen doen is natuurlijk gebruik maken van de vaccins die we hebben. Janssen is, denk ik, zeker voor mensen uit Leiden, echt iets om heel erg trots op te zijn. Het is het resultaat van jarenlang onderzoek in het Bioscience Park bij Janssen, Leidse firma. Het is hier op historische grond geprikt in het Boerhavenmuseum, die eerste prik. En daarmee echt een mooie Hollandse of Leidse mijlpaal van hoop. Wat betekent dit voor de vaccinatie van de Nederlanders? Gaat het nu sneller? Nou, we hebben 3 miljoen vaccins in het tweede kwartaal van Janssen. Je hebt maar 1 prik nodig, dus dat gaat behoorlijk rap inderdaad. Als je die prik kunt inzetten, ja, dan ben je 3 miljoen gevaccineerde Nederlanders verder aan het einde van dit tweede kwartaal. GGZ-medewerker Babette van der Ham, Engelsman, gaat de geschiedenis in als eerst gevaccineerde met het Leidse vaccin. Ik werk op een high intensive care gesloten opnameafdeling van GGZ Rivierduinen. En we hebben allemaal protocollen en richtlijnen en daar houden we ons allemaal keurig aan. Alleen het punt is als iemand natuurlijk heel angstig is of echt vol een crisis zit, ja, dan kunnen we niet altijd die 1,5 meter waarborgen. En het is toch wel heel erg fijn om mijn werk zo goed mogelijk en zo veilig mogelijk te kunnen doen. Hoe ben jij uitgekozen? Ik heb echt geen idee. Ik werd gewoon gebeld door mijn teammanager en die zei, wil je gevaccineerd worden? Ik zei, ja, tuurlijk. Ja, weet je het zeker? Ja. Ja, dus je zegt ja? Ja. Oké, mooi. Nou, je gaat naar Boerhaven, naar het museum en de pers erbij. Ik denk, oké. Heb je nou voor de rest van je leven een abonnement op het museum? Die heb ik nog niet aangeboden gekregen, maar het zou wel leuk zijn. Het zou wel leuk zijn. Remco, Emma, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Nog een paar nachtjes slapen en dan is het voor de tweede keer een soort digitale Koningsdag. Hè? Het is even niet anders nog. Nog een jaartje. Ja, het is eigenlijk net 1 dag te vroeg. Hè? Want de 28e gaan we helemaal open. Gaan we weer open, ja. Maar goed, dat hebben ze niet voor niks waarschijnlijk de 28e. Nee, waarschijnlijk als Koningsdag een 2 dagen. Ja, dan had dat ook weer langer geduurd. Zeg, jullie hebben een mooie oranje kant gemaakt. Dus er gaat toch nog wel heel wat gebeuren. Ja, uiteindelijk hebben we met de Oranje Vereniging een heel programma in elkaar proberen te zetten, zodat eigenlijk voor alle Leidenaars dat er iets leuks is waar ze aan mee kunnen doen. Over het algemeen digitaal natuurlijk. Dus dat hebben we op een programma gezet. En dat staat nu ook in de krant. Ja. En dat is op dit moment is iedereen daarmee bezig. Ja, want Emma, in de aanloop naar Koningsdag kunnen mensen al aan allerlei dingen meedoen, hè? Ja, klopt. Zoals? Nou, verschillende onderdelen. Nou Isabel, als we hier zo naar boven kijken, het ziet er wel weer spannend uit, hè? Ja, zeker. Ik zou het zelf niet zo durven, maar het gaat al erg gestaag. De eerste vlag hangt al, de rode vlag. Ja, de molen wordt weer ingepakt. Ja, zeker. Ja, traditioneel namens Oranje Vereniging voor Koningsdag kleurt Leiden toch weer een beetje zo rood en blauw in het teken van Koningsdag. Dus dat is mooi. Wie zijn dit, die waaghalzen? Dat zijn de alpinisten. Dit is de studenten Alpine Club. Het zijn studenten die dit doen. Dus ook dit jaar zijn ze weer van de partij. Is dit de club die dit elk jaar doet? Ja, klopt. Ja, die weten helemaal hoe het werkt. Het is best ingewikkeld, zo'n molen, zoals je ook ziet. Ja. Dus die weten helemaal hoe het allemaal in zijn werk gaat. En voor hun is het waarschijnlijk ook een mooie oefening. Ja, zeker. Ja, normaal gezien hoorde ik van ze, doen ze ook gebouwen, openingen van gebouwen en alles. En ook molens. Dus
Voor hen ook weer leuk zo. Nou, als ik het goed zie, hebben ze eerst een kabel gespannen, hè, helemaal rondom. Ja, klopt. Dus ze werken eigenlijk van boven naar beneden. Dus ze hebben nu de eerste vlag opgehangen. Dan gaan ze zich naar beneden afzijden en dan komt daaronder dus de tweede vlag. Dus ja, op die manier de witte ze... en dan de blauwe als laatste. Precies. Komt er ook nog een wimpel? Nee, dat niet. Dat niet. Nee. Dus dat gaat zo te werk. En hoe lang zijn ze daar nou mee bezig? Ja, wel een stuk of 4 uur. Dat duurt nog best lang. Zoals je het misschien ook ziet, er staat best wel een wind. Het is nu ook wat lastiger. Maar hopelijk gaat het allemaal lukken. Ik kan wel zeggen dat het een succes is. Ja, we hebben volgens mij 76 aanmeldingen van lokale bandjes. Dus we weten over een paar weken weten wij wat er zich allemaal in de kelders en in de schuurtjes in Leiden afspeelt op muziekgebied. Tijdens de coronacrisis stelt directeur Ruud Visser Gebroeders de Nobel beschikbaar aan bandjes en DJ's uit de Leidse regio. Hier staan we in de studio, in het studio gedeelte van de opnames in de kleine zaal. En in de grote zaal staat de band, of in dit geval de DJ. Nou, die gaan daar helemaal los met licht en er staan camera's op. En hier vindt een beetje de regie plaats en worden de opnames gemaakt. We hebben een afspraak met de Leidse Burgt dat we een soort festivalletje gaan organiseren via de Leidse Burgt. Ook in een streamverband en dat gaat ergens eind mei, geloof ik, plaatsvinden. Dan hopen we 20 goede acts eruit te hebben kunnen halen. Niet iedereen wil ook in de Leidse Burgt een presentatie doen. Maar degene die willen en die wij ook goed genoeg vinden daarvoor, die gaan we daar voor een groter publiek streamen. Een van de parels van Leiden die het aanbod van de Nobel met open armen ontving, is de DJ-school van Michael Barendse. Ja, we worden eigenlijk begeleid door de Nobel, gewoon helemaal professioneel. Dus met goede cameraposities en een vette lichtshow. En de leerlingen die draaien lekker hun setje. Dus we eigenlijk maken gewoon een soort online feestje van. Waren ze zenuwachtig? Ja, sommigen die zijn wel echt heel zenuwachtig. Echt al een week van tevoren. En dan probeer je toch nog een beetje moed in te praten. Van, nee, het gaat wel goed, net als in de les. Doe maar net alsof je eigenlijk in je slaapkamer staat. Maar ja, dan komen ze hier binnen en is het van wow. De meeste draaien of in het slaapkamertje of bij mij in het lokaal. Maar op zo'n groot podium, dat is voor natuurlijk wel heel indrukwekkend. Voor DJ Olivier was het voor het eerst dat hij op het bekende Leidse podium stond. Elke Leidenaar kent Gebroeders de Nobel en dat is natuurlijk wel altijd tof als je hier mag staan, als je hier bent. Dus ja, dat was echt een leuke ervaring. Dus, ben je daarvoor nou ook aan het oefenen, dat je zo mee beweegt? Nee, misschien wel een beetje. Je probeert natuurlijk wel indruk te maken, ook niet alleen met je muziek, maar ook gewoon met lichaamsgebaren, maar dat zit ook wel gewoon een beetje in me. Dat ik gewoon, ik hou gewoon heel erg van muziek, dus eigenlijk ga ik bijna vanzelf gewoon uit mijn dak als ik dat soort muziek hoorde. Heb je nou een toekomstdroom in het DJ zijn? Ik heb altijd gezegd dat ik ooit op Tomorrowland zou willen optreden, want dat vind ik echt... Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar na corona is dat wel echt mijn droom om daar te zijn en hopelijk later ook ooit op te treden, want dat vind ik wel echt een heel vet festival. Het laatste optreden verzorgde de oprichter van DJ School 071 zelf. Ik heb mezelf een beetje uitgedaagd. Ik ga 13 nummers in 12 minuten draaien. Dus.